Yo mis, Jarrasik hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Advanced Warfare video hier op mijn kanaal Jarrasik Gaming. Ik kwam in deze Team Deathmatch lobby op de map Riot en ik zag dat er een vierman, oftewel clan, in het enemy team zat. Dus, ik neem een Mountain Dew. En dan gaan wij natuurlijk kijken of we van ze kunnen winnen. Want tegen een clan spelen is redelijk moeilijk. Ik pak de bal 27 erbij en je ziet het. Enemy team, WBA, 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 WBA. Allemaal hebben ze WBA in hun naam. Dus ze zijn sowieso een party. En we gaan gewoon kijken of we van ze kunnen winnen, man. Ik heb me lekkere goede klasse bijgepakt. En vergeet natuurlijk ook niet je Mountain Dew code te activeren op MountainDew.nl. Om kans te maken op die Xbox One. Ze geven er 10 in totaal weg. Dus je hebt lekker veel kans natuurlijk. Oh, ik had die kill nog. Holy shit. Die was gek, jongen, die kill. Ik moest zorgen dat ik die UAV had. Dat zijn 400 punten in totaal. Dus, dat houdt in 4 kills. En kom dan. Kom dan. Ah, shit, sorry. Zij komt niet meer. Ze komen zo meteen. Kut, ze komen in mijn rug. Ik ga even liggen. Even rustig. Assist. Oh, wat een noscope. Let's go. Noscopes in het spel werken natuurlijk niet heel erg goed. Even snel mijn UAV activeren. Maar als je er een raakt, dan is het ook een lekkere kill. Let's go. Kijk, die andere loopt hier ook ergens. Wajo. Hij probeert omhoog te komen, maar het lukt hem niet, man. En nu heb ik je alsnog. Let's go. Oh, er kwam er nog een aan, jongen. Die vent die probeerde al 20 keer omhoog te jumpen met zijn exoskeleton suit. Maar het lukte hem niet, man. Dus ik zat hem te zoeken. Maar ik kon hem niet vinden, hè. En dan gaat het ook niet zo makkelijk. Maar we moeten zorgen dat we die UAV gewoon in de lucht houden. Teammate. Ik heb hem. Ik heb hem door de muur heen. Ik weet niet hoe, maar dankjewel, Call of Duty. Even hier blijven wachten. Daarom dus. En nu weg hier. Weg hier. Ze lopen hier boven me nu. Ik ga snel naar boven en dan kan ik ze waarschijnlijk wel killen. Hallo, zijn jullie hier nog? Ik weet niet waar ze naartoe zijn gegaan, maar ze zijn al gepeerd. Dat weet ik. Kut. Ze lopen hier nu bovenop. Het komt omdat we geen UAV meer in de lucht hebben hangen. Dan weet je natuurlijk ook niet. Wow, ik zit helemaal kapot waar ze zijn. Dat bedoel ik dus, hè. We hebben die UAV nodig, man. Maar mijn teammates die halen dat niet. Kijk deze kill. Hoppatee. Als ik een UAV had gehad, dan wist ik waar die liep. Maar niemand haalt hem behalve ik. Heb hem nu 1 keer gehaald en that's it. Zo, ik probeerde hem te hipfiren. Maar dat ging niet zoals het eigenlijk had gemoeten. Maar ik had hem, daar gaat het om. Ah, oh, hij staat binnen. Kut, sorry. Die heeft low profile aan. Die zie je niet op de minimap. We staan in ieder geval nog voor. Ik wil winnen van ze. En dat was ook de bedoeling van dit filmpje. Dat we gaan winnen van een clan, oftewel een team. Die vent die had me ook nog bijna. Want dat is altijd leuk om te doen, jongen. Maar ze werken wel samen, man. Ik kill er 1 van. En er staat er meteen weer eentje achter. Dus ze werken wel samen. Ze proberen wel met z'n allen bij elkaar te lopen. Maar alsnog staan we voor. Jammer, jongen. In mijn rug. Zo, dat zei ik in mijn rug. Maar ja, dat was niet helemaal zoals het had moeten gaan. Wat? Ik dacht serieus dat ik deze had. Oh, die eerste hitmarks die hij had waren niet raak, man. Er komt eerdaags hopelijk een update aan om dat allemaal nog te fixen. Want het spel klopt in ieder geval nog niet helemaal zoals het moet kloppen. Maar dat komt er nog wel bij. Hij schoot op mij. Waarom schoot je op mij, man? Er stond gewoon een teammate van mij naast je. Had je beter daarop kunnen schieten. Dankjewel. Nu heb ik je wel, jongen. He. Het duurde even, maar ik heb weer een killetje erbij. We staan nog steeds voor. We moeten weer zorgen dat we die UAV halen. 3 kills nog te gaan. Ze komen hier sowieso voor me. Ik blijf even campen, hoor. Als je het niet erg vindt. Ze lopen weer allemaal op die daken. Ze lopen weer allemaal bovenop, man. Allemaal hier links op die dakies. Ik zei het allemaal op die dakies. Ik zag ze al staan op die minimap, jongen. Oké, nog 1 keer voor de UAV. Die moet ik halen, man. Ik weet niet of ze hier spannen. Nee, oké, dan moet ik me omdraaien, want dan spannen ze daar. Ja, teammate.
Ik heb hem, let's go, UAV. Goed opletten op dat spawn systeem, want het is een beetje aan de rare kant in dit spel. Maar oh, weg daar. Daar ben ik bij weg. In mijn rug weer. Wow, waar is die? Wow, hij zag mij ook niet meer, man. Ik zag hem niet meer, maar hij zag mij ook niet meer, gelukkig. Want anders was ik daar dood gegaan. Oh, ik had hem moeten nijven. Er kwamen er nog twee aan, man. Ik had hem eigenlijk moeten nijven. Maar ja, te laat. Maakt niet uit. No worries. We gaan gewoon door. We staan nog steeds voor. We moeten nog twee kills maken. Er zit pokje erop. En dan hebben we gewonnen van die clan. En dan vind ik het weer mooi. Het gaat me alleen maar erom om te winnen. En dat hebben we gedaan. Lekker gedaan, teammates. We hebben gewonnen van een 4-man party. Het is altijd leuk om tegen een party te komen. Kan je natuurlijk ook beter worden. Dan zie je ook dat zij een beetje samen proberen te werken. En hun scores waren 14-12, 14-4, 11, 15 en 5-18. En die van mij was 18-7. Met natuurlijk een mooi begin. Best wel wat jammer middenstukje, omdat ik niet meer wist waar ze zaten. En toen aan het einde gingen we ook weer lekker. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als jullie hebben genoten, geef hem natuurlijk een duimpje omhoog. En tot de volgende keer maar weer, mensen. Bye bye. We'll be right back.